was op een feest bij het ruilsysteem in de Sportlaan. En die bestonden toen 5 jaar. Sportlaan? Dat was op Zuid, in Feyenoord. En ik vond het zo'n ontzettend leuk systeem. Ik was net werkloos geworden. En ik zag er allemaal kraampjes waar spullen tentoongespreid werden voor punten. En ja, dat moest in Krooswijk ook komen. Krooswijk is een wijk waar mensen al een heleboel voor elkaar doen. En als het dan nog zonder geld gaat, nou, hoe mooi kan je het hebben? Ja, toen zijn we begonnen met lobbyen. Maar dan had je dat puntensysteem. Ik denk dat eigenlijk een heleboel mensen eigenlijk een twijfel hebben om hier binnen te stappen. Want ja, hoe werkt dat nou eigenlijk precies? Het is heel simpel. De mensen moeten wel lid zijn. Want als ze spullen willen komen brengen, moeten ze een nummer hebben. Dus we maken de mensen lid, we maken een pasje voor ze met een mooi nummer erop. We hoeven ze alleen met het nummer binnen te komen met hun spullen. Kan iedereen dat doen? Ieder mens mag lid worden als ze een geldig legitimatiebewijs hebben. Dat hebben we gedaan omdat het een hele rare tijd is. En mensen doen ook dingetjes voor elkaar. Dus de een komt een plafondetje witten, de andere komt behangen, de tuin doen. Dan moet je wel betrouwbare personen over de vloer krijgen. Vandaar die legitimatie. Maar hoe werkt dat puntensysteem? Hoeveel krijg je voor wat? Ja, dat is heel erg verschillend. Je kan bijvoorbeeld met een heel duur ding komen wat 100 euro waard is. En wij zeggen dan altijd 1 punt staat voor 50 cent. Maar je kan voor 200 punten niet iets neerzetten. Zoveel punten hebben de mensen niet. Dus we proberen dan de helft en daar weer in punten om te zetten. Dus als iets 100 euro gekost heeft, is het 100 punten. Dus iedereen, ook met de smalle beurs, kan hier terecht? Iedereen kan hier terecht. Het is uit de pot armoedebestrijding. Maar het heeft ook te maken met participatie. Wat ik wil bereiken is mensen elkaar weer leren kennen. Mensen in Krooswijk kennen elkaar niet meer. Mensen werken hele dagen. Weten niet wie hun buren zijn. Vroeger was het zo, als jij een mankement in je huis had, kwam de buurman jou wel even helpen. Of de buurvrouw had iets lekkers gekookt voor je, of een pannetje soep brengen. Dat is niet meer. En dat kunnen we nu wel tot stand brengen. De 800ste bezoeker, was je daar tevreden mee? Was je dat verwacht? Nu al 800 of? Helemaal niet. We hebben deze grote winkel gekregen. Sinds een jaar zitten we hierin. En normaal gesproken hebben we 100 klanten per jaar die lid worden. En nu 150 klanten die lid geworden zijn. En een klant die helemaal geen lid wilde zijn, want die had alles wat te hartje begeerde. Dus is het toch geworden. De eerste winkel, dat was op de Boezem? Op de Boezemstraat, 37. Daar heb je eigenlijk alles op gebouwd hier voor Krooswijk? Nou, Patricia en ik hebben echt de winkel opgebouwd tot wat een bloeiende zaak. Het was heel gezellig, altijd druk. Maar het komt op een gegeven moment op je af. Je ziet niet meer wat er staat. Dus we hebben ook gezegd, als we die activiteiten willen blijven doen, moeten we een grotere winkel hebben. En dat was op de? Paradijslaan. Dat was ook zo schitterend. Maar die werd ook te klein. Ja, we hadden 60 vierkante meter. Het werd te klein, maar ook te koud. Niet te betalen aan energiekosten. De achterste gedeelte was niet verwarmd, dus de verwarming moest constant stoken om die achterste gedeelte ook vol te krijgen. En warm te krijgen. Daar ging al het geld van. De sociale cohesie hier in de wijk is enorm. Vooral als je iets op straat doet. Trekt een heleboel mensen aan. Vinden het ook heerlijk om mee te doen. Krijgen ook veel meer zelfvertrouwen daarmee. Ja, het was ook zalig om dat te organiseren. Dat is ook te zien eigenlijk. Want je hebt heel veel mensen. Hè? Zijn het allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers. Ik ben zelf natuurlijk ook vrijwilliger. Ik sta hier 20 uur per week, ben ik coördinator, ik coördineer het. Mijn gezondheid laat niet toe dat ik dat meer uren doe. Maar het is wel leuk om te doen. We hebben nu 14 collega's. En ieder heeft zijn eigen pakje aan. Stukje ruilwinkel, stukje kledingzaak, want die hebben we hier ondergebracht. En we zitten heerlijk in de tuin achter. Het is een prachtig pand. En het is ontzettend druk geworden. Maar wat we graag wilden is dat mensen met een andere nationaliteit betrokken raken bij de Krooswijkers.
Nou, dat is gelukt. Iedereen is van harte welkom, jong, oud. Maakt helemaal niet uit wat voor een land je komt. Dat laten we ook zien. Wij hebben natuurlijk een heerlijk feestje. Want ja, een ruilwinkel zonder feest, dat kan niet. Onze feesten zijn altijd heel erg bekend. Het is vakantietijd geweest, dus de mensen zijn een beetje verzadigd. Maar we gaan een gezellige middag hier met z'n allen maken. We krijgen zo modeshowtjes te zien van mensen uit de buurt, maar ook van onze vrijwilligers. Je krijgt twee rondes, dus ik hoop dat jullie ze met een warm applaus wilt ontvangen. Laat de eerste mensen maar komen. Nou dames, zeg nou zelf, als je een klein maatje hebt, voor 5 cent, zie je het toch schitterend. We gaan zien dat daar de afgeval is. De grote kleding komt er naar de winkel en de kleine kleding gaat er weer uit. En kijk dan een plaatje. Dat ziet er gaaf uit. Hey team! Dames en heren, is dat niet het mooie, hè? Ja, dat is het niet. De rest is hier. Staat dus te wachten. En kijk eens naar die schoentjes die ze aan heeft. Voor die en toch chic. Chic de vriendel. Nou. Is dat niet geweldig? Dan een prachtige hier. Gaan we toch weer. Oh, wat is er prachtig. Nou, daar hier ben ik vrij gezellig, hè. Dankjewel, Madelief. Je ziet er schitterend uit. Oh, wat mooi. Ik loop erbij dan. Heb ik niet geweten. Prachtig, Nara. Let op de schoenen, die zijn te groot. Voor de rest ziet ze er schitterend uit. Sylvia! Sia is nooit hoor. Don't play on to me.